Keizer. Kopstoot. En een doelpunt. Een doelpunt die kap van Sjaak Zwart. Indirect uit die corner van Piet Keizer. 1-0 voor Ajax. Door Sjaak Zwart. En hier krijgt u de herhaling. Met de binnenkant van de rechterschoen. Benny Mullen. Mullinga. Alleen Cruijff is voor. Cruijff. Goed gedaan. Zeer goed. Mullinga gaat naar binnen. Daar komt de paas. Nog een kans voor Mullinga. En een doelpunt. Een doelpunt voor Ajax. En dat moet weer Sjaak Zwart zijn. Die gescoord heeft. Sjaak Zwart. Hier ziet u de herhaling. Mullinga heeft voor een voetduel op de grond. Schuift hem door. En Sjaak Zwart tikt hem net binnen de palen. Probeert het alleen. Is de Ajax defensie toch echt goed voor. Keizer. Keizer. En daar wordt hij duidelijk geblokkeerd. En de scheidsrechter geeft een strafschop. De scheidsrechter geeft een strafschop. Omdat Piet Keizer daar door een Duitse verdediger ziet hij het gezicht van Michels. Die in gedachten misschien ook al rekent met een 3-0 stand. Maar dan moet Henk Groot, die hier de bal zorgvuldig op de stip deponeert, nog altijd nog raak schieten. 4 minuten voor tijd, een strafschop wegens een overtreding tegen de doorgebroken Piet Keizer. Achter de bal, Henk Groot. En is door! Ik zag de Duitsers om nog wel zijn apropos achter te brengen. Maar hij deed rustig wat hij moest doen. En hij scoorde een minuut of 3 voor tijd. En zo staat Ajax nu bijzonder fraai. En nu komt de onvermijdelijke agent ten val. Nadrukkelijk uitgerust achter die ene supporter aan die binnen de lijnen was en is. Daar gaat hij. Nou, zo hard hard. Als je niet beter wist, dames en heren, zou je denken dat het hier Zuid-Amerika was, maar er was toch echt niet zoveel aan de hand. Dat ene mannetje binnen de leiding, dat was alles. En toch nog een kans voor Cruijff. Maar dan moet hij langs 3 man. Daar gaat hij, inderdaad, hij scoort! Ja! Fantastische solo, afgerond met een uitstekende schuiver. 4-0 voor Ajax. Nou ja, het wordt weer een beetje à la Liverpool. Al is het al niet mistig in het stadion, maar wel rumoerig.